Tot 9 juni is er de jaarlijkse Bio-week en daarover heb ik het met mijn volgende gasten Petra Das van Bioforum en een echte Limburgse bioboer Jos de Klerk. Goedemiddag allebei. Petra, laat ik met jou beginnen. Als we het over bio hebben, wat moet ik me daarbij begrijpen? Wat is bio precies? Waar staat de naam? Bio wijst eigenlijk op een productiemethode. Ja? Het is vooral gekend als een landbouwproductiemethode, waarbij de bodem eigenlijk centraal staat en bij veeteelt is vooral het diervriendelijke aspect heel belangrijk. Het is ook een methode om producten te verwerken. Dat vergeet men vaak. Er is ook biobrood, biopasta, bioconfituur. Dus ook daar zijn regels voor. Ja, en die spelregels die zijn voor heel Europa, want die zijn voor Europees vastgelegd, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. In heel Europa zijn dat dezelfde regels. Ja. En welke regels zijn dat dan eigenlijk? Moet van begin tot einde alles zonder pesticiden, ik noem maar wat op? Ja, dat is echt van begin tot einde geregeld. Om een paar dingen te noemen, bij veeteelt, zoals ik kan daarvan getuigen, is vastgelegd hoeveel dieren je mag houden per hectare, hoeveel stalruimte die moeten hebben, hoeveel buitenloop, welk voedsel die moeten krijgen. Dus het is echt heel, heel sterk gereglementeerd, ja. Ja, en jij bent een bioboer, Jos. Je moet, mensen houden niet van regeltjes en spelregeltjes nog niet. En toch ben je bioboer gekozen om eigenlijk echt volgens de regels van de bio eigenlijk te werken, hè? Ja, ja. Waarom heb je het gedaan? Dus, ten eerste, mensen houden niet van regeltjes, maar als die regeltjes u niet storen, dan zijn het geen regeltjes meer. Ja. Ik vergelijk bio dikwijls met hier bijvoorbeeld die tafel, dat zijn al de regels. En je moet je op die tafel begeven, daarnaast mocht je niet. Er zijn altijd mensen die willen op het randje gaan lopen. Dus als ik in het midden van die tafel ga staan, dan weet ik zeker dat ik er niet afval. En dan moet ik dus nooit denken welke regels dat er zijn. Ja. Dus bij mij werkt het. Dat is, eigenlijk is bio een systeem dat op zichzelf werkt. Ja. Vertel eens even over jouw bioboerderij. De Natlandhoeve in Sint-Truiden, ja. Is dat, hè? Wat voor een bedrijf is dat? Natlandhoeve, gestruikeld er bijna over. Ja. Het is niet wat we de ganse maand mei gehad hebben. Daar gaat het niet over. Ja. Nat is het stukje nat van natuur. En land is van landbouw. Het is dus natuur en landbouw samen. Ja. Dus op die manier is het een combinatie van natuur en landbouw waarmee dat ik werk. Ik probeer dus eigenlijk met natuur winst te maken in de landbouw. Ja, want we zien nu dieren, maar je hebt meer dan dieren alleen, hè? Ja, klopt. Ja. Dus het is begonnen als een vleesveebedrijf en tussen haakjes, het is nog altijd een halftijdsbedrijf. Dus ik ben een leraarboer. Ik geef les in Tongeren in Piebo. Ik geef daar onder andere het vak biolandbouw, dus ja. We blijven in de sfeer. Ja. En dus daarnaast heb ik dus een halftijds biobedrijf. En dat is dus begonnen als vleesveebedrijf, de bruine dieren die we daarnet zagen. Ja. Dus dat zijn de Franse Limousins. Het zijn er nu een 50-tal. Die hebben hun grond nodig, maar er zijn dan ook zoveel mooie, goede gronden. En dan is dat toch zonde dat daar koeien op moeten grazen. En dan ben ik daar akkerbouw op gaan doen. Eerst was dat akkerbouw met granen en zo eten voor de dieren. Maar eigenlijk landbouw, dat moet... Je gaat eten voor mensen maken. Hè. Dus ondertussen hebben we dus eigen baktarwe, die dus verkocht wordt via het systeem van Kortweg Natuur van regionaal landschap Haspengouw. Ja. En dus nu zijn er ook aardappelen bij. Dus mijn collega van mij, Koen Meuwes, die kweekt op mijn grond, die kweekt die aardappelen en kolen en prei. Dat is het hele proces wat je eigenlijk een beetje wil onder controle of in de hand houden ook wel? Ja, dat zit er van in het begin ja. in. Ja. Dus, maar eigenlijk moet je dat is... Ja, enerzijds is dat een beetje controlefreak zijn, maar langs de andere kant is dat ook van, je moet weten wie dat je bent in de ganse keten. Als ik met mijn paar beestjes rond de tafel ga zitten met de lijst, ja, die mensen zitten hun tijd te verdoen met mij, hè. Dus die hebben niks aan mij. Dus ik moet de klanten zoeken die in verhouding staan tot mijn bedrijf. En omdat ik klein werk, kan ik rechtstreeks met de consument contact hebben. Dus mijn producten gaan allemaal rechtstreeks van boer naar klant. Ja. Bioweek is nu, waarom wordt die week eigenlijk gehouden, Petra? Wat is de bedoeling daarvan? We willen eigenlijk met die week sensibiliseren. Zowel het groot publiek als beleidsmensen. Mm-hmm. En met deze week willen we vooral de kracht van bio tonen. Vandaar dat we voor 12 ambassadeurs hebben gekozen. 12 ondernemers uit de sector ja. die zelf vertellen en waarom... En Jos is daar eentje van natuurlijk. Hè? En Jos is daar eentje. En in Limburg is men goed bezig, mag ik dat zo zeggen? Ja, toch wel. Er zijn, er zijn 44 bioboeren in Limburg. En qua percentage, ik ben het vergeten, maar ik denk dat Limburg best wel goed scoort. Ja. En nu vanmiddag hebben jullie een bio-lunch gehad op het provinciehuis in Assen. Wat was dat precies? Wat heb jij gegeten trouwens? Ik heb zalm gegeten met patatjes. Ja, biozalm dan? Ja, absoluut. En jij waarschijnlijk bio-biefstuk dan? Ja, kon niet anders. Is echt alles wat daar geserveerd was, allemaal bioproducten? Ze hebben ons verzekerd dat ze echt voor 100% bio zijn gegaan, ja. Ja, maar er waren frietjes bij en wordt er een bio-vet gebakken en bio-aardappelen. Dat bestaat allemaal eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het assortiment aan bio
bioproducten is echt onuitputtelijk. Ja. Dat kan je vergelijken met een gangbaar circuit. Ja. En waarom merk je dat bioproducten zijn buiten het logo of het label, eigenlijk op de verpakking? Proef je het ook? Smaakt bio anders? Ja, smaak is echt heel persoonlijk. Hè? Ja. Ik vind zelf van wel. Ik vind het evident. Ik vind het de smaak bijzonder lekker. Ja. Ja. Ja, want inderdaad, steeds vaker vind je bioproducten. Maar men zegt wel eens bijvoorbeeld, bio is ook duurder, 20-30% duurder. Ja. Klopt dat ook? Het hangt een beetje af van het kanaal waar je gaat kopen natuurlijk. Ja. Het ene kanaal is goedkoper dan het andere. Want sommige supermarkten zijn zich ook aan het specialiseren in steeds meer bio-assortimenten. Ja, zeker. Het mooie aan de biosector is dat je eigenlijk heel veel korte keteninitiatieven hebt. En daar heb je een hele mooie prijs voor een supervers product. Ja, ja. Oké. Okay. Zeg, de tafel ligt hier vol charcuterie en dat is eigenlijk niet toevallig, Jos, want jij bent eigenlijk sinds deze week begonnen met iets heel nieuws, uniek in Vlaanderen. Bio-charcuterie. Ik heb hier bijvoorbeeld bio-spekvast, om er iets aan te zien. Dit is rundsfilet. Zeg dat goed? Bio-rundsfilet, excuseer. Bio-varkensfilet, bio-worsten. Waarom ben je met dit begonnen eigenlijk? Ja, dus op een bepaald ogenblik heb je klanten die zeggen tegen u van ik kom niet meer bij de slager, ik kom niet meer in het warenhuis, ik koop al het vlees bij u. Ja. En die wil ook wel eens vlees tussen zijn boterham hebben en dan moet je dus charcuterie hebben. Nu, bij een dier heb je ook heel edele delen en dan is het zonde dat je daar iets mee moet doen wat eigenlijk minder waardig is aan hetgene waarvoor dat vlees zou kunnen gebruikt worden. Ja. En dus zo zijn we begonnen met charcuterie. En dan was dat in vacuümzakjes. En dat oogde echt niet. En het was weinig praktisch in gebruik. En je kunt dat zeker niet in een winkel gaan leggen. Want dan kwamen we bij een volgend probleem. Dus normaal gezien verkoop ik mijn vlees allemaal in pakketjes. Ja. En de mensen hebben dus een voorraad in de diepvriezer. Dus er zijn klanten die zie ik een paar keer per jaar. Ja. En voor de rest hebben die hun diepvries vol. Maar charcuterie zou je natuurlijk graag vers willen hebben. Ja. Ja, ik heb een boerderij, ik ben leraar. Ik kan dat niet, er nog bij? Ja, ik kan niet nog een winkeltje gaan houden waar dan iemand een pakje charcuterie komt halen. Dus dat is een probleem. Dus dit product kan ik dus maar heel beperkt verkopen, terwijl de klanten daar eigenlijk nood aan hebben om dat regelmatig te hebben. Ja. Dus de kleine superettes, de speciaalzaken, daar moet dat product naartoe kunnen. Maar dan moet het af zijn. Want kwaliteit is wel heel belangrijk. Hè? Kwaliteit is heel belangrijk. Ja. En de kwaliteit die goed is, moet ook goed gepresenteerd worden. En daar hebben we dus aan gewerkt. En dat is, tegenwoordig, je kunt je dat niet voorstellen op welke schaal dat mensen werken met charcuterie. Als je die hoeveelheden hoort, dat je zegt van, maar dat kan toch niet. Ja. Dat er een bedrijf is dat één dag draait en dat dan zoveel draait als dat wij op 5 jaar zouden draaien. Maar als je die verhouding ziet, maar wij moeten wel machines hebben. En die machines die bestaan nauwelijks voor die kleinschalige verwerking. En dus daar zijn we dan mee bezig geweest. Ook ontwikkelen van producten. Terugzoeken naar originele producten. Want je had daar net gedroogde hesp vast. Ja, dit is de gedroogde hesp. Ja, dat is trouwens mijn lieveling van de charcuterie. Ja. Ik herinner mij dat van toen ik klein was, toen maakte mijn ma dat. En als er een varkentje geslacht werd op de boerderij, dan werd de hesp in een linnen zakje aan het plafond gehangen. Een linnen zakje dat er geen vliegen aan konden. Mm-hmm. En dan werd dat gedroogd. Hè. Dus eerst gepekeld en dan gedroogd. En die smaak proef ik daar terug in. Dus we hebben het terug. Hè. Dus, ja. En het feit dat het in zit, betekent dat het inderdaad langer vers is, dat het makkelijk ook verhandelbaar is. Ja. Ja. Dus daar heb ik ook voor gekozen producten die echt lang houdbaar zijn. Het is heel lekker. Je nu vast dit is de heat case of wat noemen ze dat? Ja, dat is van de varkens. Het is schaap, excuseer. Ja, het is van het schaap. Dit is hier de kipkap. De kipkap, ja. Officieel heet dat kipkap. Ja, maar hier, het is een heatcase. Ja, in Limburg, hè, heatcase zegt jij. Hè, dus in mijn dialect is dat huidcase. Hè, dus dat klinkt een beetje anders. Kent jij dat, Peter? Huidcase? Nee, je moet zeker eens proeven. Ik ga het je meegeven, alsjeblieft. Ja. Oké. Okay. Ik vind alleszins een geweldig initiatief en weer iets waar we in Limburg trots op zijn. Waar kunnen mensen dit product trouwens kopen? Komen ze ook in de supermarkten terecht bijvoorbeeld? In de supermarkten komen ze niet te liggen. Nee. Dat is te groot. Dat kunnen wij niet aan. Ja. Dus het zullen de kleinere speciaalzaken zijn. Bij de slagers? Slagers nu niet direct, die zitten daar niet op te wachten. Maar bijvoorbeeld dingen gelijk Herteleer in Genk, daar gaat je dat binnenkort de kleine speciaalzaken, daar gaat dat zeker. Want het is gloednieuw, pas gisteren voorgesteld, dus het is echt wel vers van de pers. Ja. En het is nog maar een begin, hè, Jos, want je hebt nog grootse plannen. Hè? Daar zitten nog allerhande plannen. Ja, voor iemand die halftime werkt, vind ik dat jij enorm veel werk verzet. Proficiat alvast. Petra, mensen die wat meer informatie willen over bio en wat er allemaal te gebeuren is, waar kunnen zij terecht? Bioweek.be, voilà. Daar kan je alles vinden. Zo simpel is het. Oké. Okay. We'll be right back.